Universiteit van Nederland. Je kent natuurlijk de meter en centimeter, maar heel veel kleiner is een nanometer. 100.000 keer kleiner is dat dan een menselijke haar. Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar het is een hot topic in de wetenschap. Nanomedicijnen, nanotechnologie, nanodeeltjes. Het is hoog tijd om te ontdekken wat die nanometer nou precies is. En even tussen ons. Nano is dus gewoon een afkorting en betekent dat het minuscuul is. En nanometer, daar kunnen we eigenlijk ons niet zo heel erg veel bij voorstellen. Dus wat nou als we denken aan een tennisbal? Als je nadenkt over de tennisbal, de grootte van een tennisbal ten opzichte van de aarde, dan is eigenlijk een nanometer dat ten opzichte van die tennisbal. Heel erg klein dus. Een nanometer is dus 100 miljoen keer kleiner dan een tennisbal. Om dat te zien moeten we heel ver inzoomen. Daarvoor duiken we straks een lab in waar het lijkt alsof je alles ziet door een gele bril. Dat is waar Femke Witmans van de Universiteit Twente haar onderzoek doet. Onderzoek naar dat wat kleiner is dan een menselijke haar. Dat zie je nooit met het blote oog. Klinkt dat ver van je bed? Nanodeeltjes zitten in van alles wat wij kennen. Bijvoorbeeld in zonnebrandcrème of in waterafstotende coatings of kleding. In de anti-aanbaklaag van je pan, in een tennisbal om die beter te laten stuiteren. Je hebt zelfs speciale nanotape die extra goed zou moeten plakken. Technologie op basis van deeltjes die dus heel klein zijn. Enkele nanometers groot. Het is een ontzettend breed spectrum aan verschillende technologie die eigenlijk op de nanoschaal plaatsvindt. We komen het tegen in biologie, scheikunde, maar ook natuurkunde, waar ik zelf in werk. Als je maar ver genoeg inzoomt, zie je een hele andere wereld waar we nog veel van kunnen leren. Op de nanoschaal gebeuren er dingen die je niet met het blote oog kunt zien. Dus als we bijvoorbeeld naar een lotusblad kijken. Een groot groen blad waar regendruppels op blijven liggen en makkelijk heen en weer bewegen, alsof ze erboven zweven. Dat komt eigenlijk door de structuur van dat blad. De structuur van zo'n lotusblad is een klein beetje geribbeld en daardoor blijft zo'n waterdruppeltje daar een klein beetje op zweven. Nou, die kennis, hoe dat lotusblad er op de nanoschaal uitziet, die kan dan gebruikt worden om daar weer waterafstotende kleding van te maken. Dus eigenlijk wordt dan iets wat in de natuur al voorkomt, wordt nagebootst op de nanoschaal, zodat wij het weer kunnen gebruiken voor handige toepassingen. De zoektocht naar nanodeeltjes begon bijna 100 jaar geleden, bij natuurkundige Richard Feynman. En hij heeft eigenlijk een soort opdracht uitgezet voor de wereld. Print de ruim 30.000 pagina's van de oudste encyclopedie ter wereld op een speldenknop. En dat lukte, op nanoschaal. Daarna zijn er een heleboel andere wetenschappers hiermee aan de slag gegaan. Vandaag de dag is het Femke die in de nanowereld werkt. Ik werk aan chips en op die chips daar proberen we kleine nanoapparaatjes te maken. En naar die nanoapparaatjes, daar doen we onderzoek naar. Chips. En dan hebben we het dus niet over chips die je eet als je lekker op de bank een filmpje zit te kijken. Maar chips die in computers en telefoons zitten bijvoorbeeld. Op dit moment heb je een telefoon gewoon in je broekzak zitten. Vroeger kon dat niet eens. We vragen steeds meer van onze telefoons en van onze apparatuur. We willen dat een telefoon steeds meer kan. Het is ook je rekenmachine, je navigatie. Maar die telefoon die mag niet heel veel groter worden. Dus eigenlijk willen we steeds meer technologie kwijt op dezelfde ruimte. En daarom moeten we steeds kleiner gaan, naar nano dus. Het is dus niet zozeer de chip die kleiner wordt, maar alles op die chip moet minuscuul zijn. Dan past er meer op een chip en kan jouw telefoon of computer in de toekomst dus meer. Femke's onderzoek kan daar een bijdrage aan leveren. Op zo'n chip kunnen wel miljoenen, miljarden van dat soort nano-apparaatjes kwijt. Die apparaatjes zijn in dit geval nanodraden. En die zorgen dat die chip doet wat hij moet doen. Femke onderzoekt hoe deze nanodraden werken. Op naar het lab om zelf een nanochip te gaan maken voor onderzoek. We beginnen met een lege chip. En we hebben nog een ander chipje. En daar zit een heel bos aan nanodraden op. Die staan allemaal recht overeind. En van dat bos willen we een paar nanodraden oppakken. Draden die 1000 keer dunner zijn dan een haar oppakken. Dat gaat niet zomaar. Femke neemt plaats achter een microscoop en beweegt haar hand naar een PlayStation controller. Ja, echt. Gamen in het lab. Met de controller stuurt Femke een heel nauwkeurige naald aan die beweegt tussen de lege chip en de chip met de bos met nanodraden. Dus ik ga met die naald naar het bos toe. En dan ga ik proberen om over dat bos heen te schrapen, waardoor je een paar van de draden oppakt. En dan ga ik nu langzaam naar beneden met die naald. Je wil niet al te
snel naar beneden gaan. Want dan kun je die naald ook weer heel makkelijk breken eigenlijk. Want het is allemaal best wel fragiel. En nu heb ik al een paar nanodraden opgepakt. Dus er zitten nu allemaal draden aan die naald vast. En nu gaan we langzaam met de naald richting de chip. En kijken we of ze nu beter blijven plakken aan de chip dan aan de naald. Ja hoor, daar zijn ze. Op de 1000 keer vergrote afbeelding zien we minuscule stipjes. Maar om daar echt iets mee te kunnen, moeten we meer zien dan een paar stipjes. We moeten nog veel verder inzoomen. Maar daarvoor moeten we naar een andere microscoop, in de clean room. En de naam zegt het al een beetje. Die kamer is brandschoon. Femke krijgt speciale kleding aan en alles moet worden schoongemaakt voor we naar binnen mogen. Stof is hier de grote vijand, want een stofdeeltje is al groter dan een nanodraad en kan het onderzoek dus verpesten. Nou, we hebben zo net gekeken door de optische microscoop naar de nanodraden en toen zagen we eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Dus nu gaan we met een elektronenstraalmicroscoop kijken en die kan nog veel verder inzoomen. Met de optische microscoop konden we tot 1000 keer inzoomen en nu kunnen we wel tot 100.000 keer inzoomen en kunnen we dus onze nanodraden veel beter bekijken. Femke plaatst de chip met nanodraden in de elektronenmicroscoop. Het apparaat ziet er geel uit. Maar ja, alles lijkt hier wel geel, want blauw licht is verboden. Dat kan het onderzoek verpesten. Verder naar de chip. We zoomen weer in. Zo ver dat je iedere vezel van je haar zou kunnen bekijken als je dat zou willen. Om zo ver in te zoomen heb je een microscoop nodig die werkt met elektronen. Een van de kleinste deeltjes die bestaan in de natuur. Dus wat we eigenlijk doen is, we beschieten het sample met elektronen en de manier waarop ze terugkaatsen, daar kunnen we een plaatje van maken. En dat is wat deze microscoop allemaal met de computer eigenlijk doet. Als een soort vleermuis die met echo's zijn weg vindt. Zo wordt hier met elektronen naar een chip gekeken om te zien hoe de nanodraden precies op die chip liggen. En dan zien we hier een van de nanodraden. Nou, de volgende stap in het proces is dat we contacten gaan maken op deze nanodraad. Twee punten waarmee Femke de nanodraad aan kan sluiten op stroom bijvoorbeeld. Op zichzelf doet die nanodraad namelijk niet zoveel. Maar Femke is benieuwd, wat gebeurt er als je een nanodraad ergens op aansluit? Hier begint het grote mysterie, want eigenlijk weet nog helemaal niemand hoe die nanodraden werken. Maar om op deze minuscule schaal contactpunten te maken, heb je een speciale techniek nodig. Femke neemt ons mee naar alweer een groot apparaat en plaatst de chip in een speciale houder. En deze chip die hebben we met een elektronengevoelige laag afgedekt. Met elektronen, diezelfde kleine deeltjes van daarnet, wordt op de chip een patroon gemaakt waar de aansluitpunten komen. Een laagje metaal erop en klaar. Nee, zo simpel is het natuurlijk niet. Femke voert er allerlei ingewikkelde handelingen voor uit. Maar dan is de chip klaar. Toch? Terug naar de microscoop. Nou, we bekijken deze afgemaakte nanoapparaatjes eigenlijk nog een keer, omdat we zeker willen weten dat alles eruit ziet zoals we het hebben ontworpen en dat er alles goed uitgelijnd is op de nanodraad. Want er kunnen heel gemakkelijk kleine verschuivingen plaatsvinden. En dat willen we niet hebben. Als alles netjes ligt, is de chip klaar voor het onderzoek naar nanodraden. Het onderzoek dat uiteindelijk kan leiden tot baanbrekende nieuwe technologie. Nou, uiteindelijk hopen we natuurlijk wel dat deze chips in nieuwe apparatuur komt, nieuwe technologie. Maar onderzoek, dat vergt gewoon heel erg veel tijd. Dus zover zijn we nog niet. Dankjewel Femke voor het warme welkom in deze minuscule wereld. We zijn heel benieuwd naar de werking van jouw nanodraden. Tot de volgende!